De Waaslanders komen in het openingskwartier een paar keer dreigen, maar echt doelgevaar levert dat niet op. Op het kwartier stuurt Cousin Martens diep, maar Delwarte zit er goed tussen. Oostende heeft het lastig en Beveren heeft het betere van het spel. Na 18 minuten komt de bal met een gelukje tot bij Elegbi. Hij bedient Laleman en die maakt het makkelijk af. De bezoekers tegen de gang van het spel 0-1 voor. Na het vertrek van Mukulu rekent Oostende op doelpunten van Laleman. Hij bedankt voor het vertrouwen en trapt de 0-1 voorbij Erwin Lemmes. Bever is niet aangeslagen en blijft aardig voetbal brengen. Weer Cousin tot bij Martens. Hij behoudt het overzicht en zet perfect voor tot bij Snelders, die de gelijkmaker tegen de touwen kopt. 1-1 na ruim 20 minuten spelen. Nauwelijks 1 minuut later zijn de Waaslanders er weer. De vrije trap is van Gert-Jan Martens. En centrale verdediger Rentmeister kopt het leer voorbij Delwarte. 2-1. De thuisploeg stelt in 2 minuten tijd orde op zaken. Rentmeister klimt hoger dan heel Oostende en brengt Beveren op voorsprong. De hemelsluizen blijven openstaan boven de Freethiel en de lijnen zijn niet meer zichtbaar. Scheidsrechter Van der Steenen beslist om het spel even stil te leggen en vraagt aan de Beverse stewards om de lijnen sneeuwvrij te maken. De Waaslanders trekken zich niks aan van de kleine onderbreking en drukken gewoon door. Vrije schop aan de rand van de 16. En het is Joachim van Damme die de 3-1 fantastisch binnentrapt. 10 minuten voor de pauze staat Beveren comfortabel op voorsprong. Beter kan je een vrije schop niet nemen. Delwarte heeft geen schijn van een kans. En Van Damme, een centrale verdediger nota bene, maakt zijn tweede van het seizoen. Oostende komt nog 1 keer dreigen voor het rustsignaal. Na een vlotte combinatie op links haalt Julien Chondry uit, maar Lemmes is attent en tikt in corner. Het staat 3-1 aan de rust. Aanwinst Abdoulaye voelt zich alsmaar beter en beter op het Beverse gras. En na 4 minuten in de tweede periode is hij voor het eerst gevaarlijk. Hij draait en schiet, maar zijn schot is te zwak om Delwarte te verontrusten. Met nog een kwartier te spelen heeft hij meer geluk. Weer Cousin met de corner en Abdoulaye kopt aan de eerste paal knap binnen. De Nigeriaan is door het dolle heen met zijn eerste treffer voor Beveren. De thuisploeg komt nooit meer in de problemen en is zelfs nog dicht bij de 5-1. Een sterk spelende Cousin ex-Oostende nota bene tot bij Abdoulaye. Hij legt klaar voor de ingevallen Stijn de Wilde, maar zijn schot gaat naast. Het laatste wapenfeit van de wedstrijd. KVO verliest met 4-1 van Beveren. Zware cijfers en dat was alweer een tijdje geleden. Beveren KVO Oostende 4-1. Leider Lierse liet vrijdag al 2 punten liggen op bezoek bij Bergen. 1-1. En daarvan profiteren United en Eupen. United, de ploeg van Frankie van der Elst, won met 2-1 van Tubeke. En Eupen haalde het vanmiddag met de vingers in de neusgaten met 0-5 bij Tiene. United staat aan de leiding in eerste klasse. Het heeft evenveel punten als Lierse en Eupen, maar het heeft wel een wedstrijd minder gespeeld. KVO Oostende blijft vijfde op 7 punten.